opgave was om een gebouw te ontwerpen dat optimaal de agile manier van werken van ING ondersteunt. En dat gaat over thema's zoals samenwerken, connectiviteit en innovatie. Maar de opgave was zeker ook om de herpositionering van ING, van een traditionele bank, naar een techbedrijf met banklicentie te ondersteunen. Er was hier eigenlijk geen publieke openbare ruimte, geen plek. En door het gebouw terug naar achter te plaatsen op de kavel, is er een grote open en groene ruimte ontstaan die verbinding legt met dit gebouw, maar zeker ook met alles wat hier omheen gebeurt. Het gebouw zelf is georganiseerd in twee bouwdelen die onderling verbonden zijn met een brug die over de belangrijke fietsroute hierheen loopt. En die twee bouwdelen hebben elk een centraal atrium. En de kantoorvloer of de werkomgevingen zelf, die zijn rondom die atria georganiseerd. Waardoor je, ondanks dat je heel veel gebruiksoppervlak per verdieping hebt, heb je hele korte looplijnen. Voor het interieur ontstaat eigenlijk een hele mooie soort gradatie over hoe je het gebouw gebruikt. Het is eigenlijk van een hele grote schaal, wat gemeenschappelijk is, met een hele open begaande grond. De platformen zijn eigenlijk een soort verlengstuk van de visie van ING. Dus de toekomst van de bank is digitale platforms. En dat is eigenlijk een soort metafoor vertaald naar fysieke platforms in dat atrium. En ze zijn zo georganiseerd dat als je binnenkomt, dat je direct de grote trap ziet. En dat je zo vanzelfsprekend naar boven toe gaat. En dat is gewoon een hele mooie, prettige route om je door het atrium te bewegen. De architectuur gaat heel erg over die thema's zoals verbinding en samenwerking. En dus veel uitzicht geven, transparant gebouw maken. Een gebouw maken wat de horizontale organisatie van de ING reflecteert. En die is zo sterk dat dat werkt op alle schaalniveaus. Dus die verbinding en die samenwerking zit hem in de stedenbouwkundige context, in het gebouw, en die loopt ook helemaal door in het interieur. We hebben eerst gekeken van hoe die structuur van het casco functioneert. En daarin hebben we geadviseerd, voeg die platforms toe, verplaats het auditorium. En daardoor ontstaat die enorme openheid en verbinding. En dat past ook heel sterk in die strategie van ING. Dus do your thing en die empowerment en die freedom. Kijk, als je freedom maakt, dan moet je ervoor zorgen dat mensen een keuze hebben. En dat hebben we gedaan. Dus als je binnenkomt, heb je een heel mooi soort palet van overzicht van de dingen die je kunt doen. En dat laat eigenlijk heel sterk soort de visie van ING zien. Duurzaamheid zit ook op alle schaalniveaus. Dus het begint ermee om verantwoorde en verstandige keuzes te maken in de stedenbouwkundige opzet, zodat er kwaliteit wordt toegevoegd en waarde wordt toegevoegd aan deze omgeving. Het gebouw zelf is compact en super effectief en efficiënt. En met name die twee atria spelen een hele belangrijke rol in de energiehuishouding en de energiezuinigheid van dit gebouw. En daarnaast geldt datzelfde voor de luifels, waarmee je op een passieve manier het klimaat en het energiegebruik kunt verbeteren. En tot slot is het gebouw wat hier stond, het beton daarvan, is gerecycled en weer op deze plek ingezet om dit nieuwe gebouw te kunnen maken. Het atrium heeft een hele mooie schaal. Het heeft een heel mooi dak, heel mooi daglicht. En door het aanbrengen van die platforms ontstaat een soort menselijke schaal die heel erg prettig is. Dus niet alleen is de bovenkant van die platforms geactiveerd, maar ze werken ook als een soort plafond voor de ruimtes die daaronder liggen. Dus er is een hele mooie balans tussen ruimtelijkheid en geborgenheid in datzelfde atrium. Als je je dus door het gebouw beweegt, zie je dus door al die transparantie, zie je eigenlijk iedereen werken en dat is heel erg prettig. Dus de hele sterke visuele en fysieke verbindingen die samenwerking stimuleren. Alles is gericht hier op samenwerking, maar je hebt natuurlijk rustige plekken, concentratieplekken. Maar de organisatie van het gebouw, hoe je daar doorheen beweegt en ook hoe je van binnen naar buiten gaat en andersom, is gericht op connectiviteit en samenwerking. Dus het gebouw en deze publieke ruimte voor het gebouw zijn een katalysator voor samenwerking in dit gebied. Dus de architectuur faciliteert het gebruik en faciliteert ook eigenlijk de nieuwe richting van ING. Dat is het allerbelangrijkste.